Pianiste Rea Elise Coublal is gekozen tot Nijmegenaar van het jaar 2017. Coublal zorgt al jaren voor openluchtpiano's in de stad. Haar benoeming werd bekendgemaakt tijdens de goed bezochte nieuwjaarsreceptie van de gemeente Nijmegen. Ik was voor een aantal dingen genomineerd. Ten eerste omdat ik de publieke piano's heb geplaatst op het station en ook soms in parken en straten vanuit mijn stichting Buitenspelen. En daarnaast speel ik zelf ook piano in het centrum met mijn mobiele piano. En dan trek ik een beetje rond en probeer ik mijn muziek te delen op die manier. En heb ik ook een cd uitgebracht dit jaar die mensen dan ook mee naar huis kunnen nemen. Ik geef ook bijles aan studenten, voornamelijk in statistiek. En soms ook aan scholieren in andere vakken. En ik heb me ingezet een deel van het jaar voor vluchtelingenwerk. Wat ik ook al zei in het filmpje dat was gemaakt, is dat ik bewondering heb voor heel veel mensen. Dus ik keek vooral heel erg uit naar dat ik misschien zou mogen spelen. En ik vind het echt geweldig om voor het publiek te spelen en mijn muziek te kunnen delen op die manier. Dus dat vond ik wel erg leuk om te doen. Liane de Witte zei net dat er een afspraak volgt met de burgemeester en dat we kunnen kijken wat ik zou willen en kunnen doen. En zelf wil ik gewoon mijn muziek meer delen, dus ook blijven spelen in het centrum en wat boekingen regelen, mijn cd op die manier promoten. En bijlessen geef ik ook heel graag. Morgen geef ik ook weer een bijles en vandaag belde weer een nieuwe student. Dus dat doe ik heel graag als afwisseling op mijn creatieve dingen. Ik probeer gewoon te doen wat ik zelf kan en iets van mijn leven te maken en wat te kunnen betekenen voor andere mensen. En ja, een titel is wel bijzonder als mensen dat aan je willen geven, maar dat zou het niet moeten bepalen wat er dan verder gebeurt. Maar het is wel mooi als daar mogelijkheden uit voortkomen natuurlijk.